good day. Even though I can't find my way, your heart's been keeping you away. Don't be afraid, cause I know that. Oh, soon there'll come a day when you will turn around and say, my heart's in such a lonely place. Gotta tell you now, I'm feeling, I feel so good today. But what about tomorrow? Zag je dat? Jeetje, aan het applaus te horen was het publiek heel enthousiast over jou. Giannini, breakdance is ontzettend zwaar. Jij was volgens mij benieuwd of hij het anderhalf minuut zou volhouden. Hoe heeft hij het gedaan? Wauw, nou, ten eerste Lorenzo. Ik moet even mijn zonnebril opdoen, want jij bent aan het stralen. Wauw. Wow. Nee, serieus? Where did you pull those out of? I just did it and then I had it, so boom. Lorenzo, jij bent sowieso de enige die al live muziek heeft. Dan win je eigenlijk al van mij. Je hebt live muziek in jouw auditie. Wie doet dat? Ja! Vorige keer zei ik tegen jou, het is een hele moeilijke stijl, b-boying, breakdance, om in je eentje anderhalf minuut vol te houden en het publiek mee te nemen. Je bent 12 en je doet dit. Avant-garde, jullie waren mijn favoriet, sorry, maar Lorenzo is mijn nieuwe favoriet. Wat vind je ervan als iemand dat zo tegen jou zegt? Ik vind het heel vet. Oh, Dan. Dan, vond je het niet heel professioneel dat Lorenzo nog even zo naar de drummer zo zijn duim omhoog stak na de act? Het is echt een professional gewoon. Absolutely, and that's what everyone keeps talking about, the fact that you're 12. I don't care that you're 12. If you were 25... I would still think it's just as good. It's the way you dance, the way you use the music. And like Chantel just said, you're even gesturing towards your drummer. You include everybody on stage. It's a professional performance, man. So good. So good. Thank you. Heb je het een beetje meegekregen wat hij zei? Ja. Oh, fijn. Hij vond het niet zo goed. Nee. Nee, hij vond het hartstikke goed. Robin. Ja, ik weet niet wat ik... Jij was fan al van ja, hem, ik hè? Was al fan. Ik was al verliefd op je. Dat ben ik nog steeds. Ik weet gewoon niet wat ik eigenlijk nog meer tegen je moet zeggen. Het lijkt mij heel moeilijk om te breken. Ook heel zwaar. En jij laat alles zo makkelijk eruit zien. En je bent zo muzikaal ook. Je doet gewoon hele moeilijke moves. Gewoon op live muziek. Hoe knap is dat? Ik heb alles al gezegd. Je bent fantastisch. Oké, Lorenzo. Wat er dadelijk ook uitkomt. Een dance, een go of a battle. Dit mooie commentaar, dat kan je alvast in je zak steken. Je hebt het zo ontzettend goed gedaan. Maar ik ga het de jury toch vragen. Jury, mag ik jullie oordeel alsjeblieft?